Yo, dit is een nieuwe waarheid over en ik zag een filmpje in Isrien en daar wil ik het toch even over hebben. Ja, dit is een leerling die zijn docent bedreigt met een neppistool omdat hij geen straf wil krijgen voor spijbelen. Ja, en dit was in Frankrijk. Wij waren benieuwd hoe zit dat in Nederland met geweld op scholen. Kankerhomo, kankermoffel, dat heb ik wel gehoord. Ja. Is wel zijn stoel naar een docent gegooid of zo. Ik heb wel gehoord dat een docent in een gezicht was geslagen. Wat zei die? Ik ga je steken in je huis. Gewoon homo, zo dat vind ik. Leraren zijn misschien niet altijd de liefste, maar ze uitschelden of bekogelen met propjes en geodriehoeken. Dat is niet echt chill. Nee, en het gebeurt wel regelmatig in klassen. Een kwart van de docenten wordt wel eens uitgescholden, geslagen of geïntimideerd. En een beetje beef met je leraar in de klas hoort er misschien wel bij. Maar wat kan en wat niet? Ja, dit kan nog wel. De docent moest hier in ieder geval om lachen. Stiekem best grappig, maar vervelender wordt het met dit soort meme-accounts op Instagram. Je kent ze misschien bij jou op school ook wel. Het zijn accounts met allemaal grappig gefotoshopte plaatjes van jouw leraren. Ja, en als je ook maar even zoekt, dan vind je op Insta echt honderden van die meme-accounts. Wij vonden er tientallen waar docenten echt belachelijk werden gemaakt. Ja, en wat erop staat verschilt heel erg. Soms zijn het gewoon grappige filmpjes van je leraren, maar soms wordt ook je lerares Duits gewoon met allemaal hakenkruisen onderheen gefotoshopt. Ja, en wij spraken met scholen over die meme-accounts. Nou, sommigen wisten het niet eens en die waren er niet zo blij mee. En ik snap dat ook wel, hè, want voor docenten kan dit best wel hard aankomen. Vooral voor Joost. Hij wil graag anoniem blijven. Waarom is dat? Ik wil eigenlijk zo min mogelijk herinnerd worden aan wat er gebeurd is. Er is een meme-account van jou aangemaakt. Hoe zag dat eruit? Ja, er was een foto van mij verschenen die ze op Google hadden gevonden. En het was een account met ook wat memes erop. Dus allemaal grappige teksten, maar dan wel met de foto van foute oorlogsfiguren erbij. Ja, dan is mijn eerste vraag wel, wat heb ik daar tussen te zoeken? Als je foto's van jezelf op zo'n soort account ziet, wat doet dat met jou dan? Het maakt me verdrietig. Je geeft graag les, je helpt ze. Maar dit soort dingen, dat je met foute figuren in verband wordt gebracht. Dat is heel erg naar. En ik ga ook nog aangifte doen. We gaan nog een stapje verder. Schelden naar je leraar. Wordt er wel eens gescholden naar een docent toe? Ja! Kankerhoer. Met kanker. Je kankermoeder en zo. Je kankermoeder, kanker dit, kankerzus, ja. Heb jij wel eens gescholden naar een docent toe of misschien een docent geslagen? Geslagen niet, maar schelden, ja, dat is wel eens voorgekomen. Hij had een docent bedacht van, ja, wacht maar, je gaat me voor je deur zien en zo. Het was hier geschorst. Wat zei die? Ik ga je steken in je huis. Gewoon homo en zo, dat soort dingen. Dit zijn dus gewoon scholieren die dit wekelijks meemaken. Het lijkt alsof het er gewoon bij hoort. En we vroegen ook via ons Insta-account of onze volgers dit wel eens hebben meegemaakt. En bijna 10.000 mensen reageerden op onze vragenlijst. Meer dan de helft zei dat ze wel eens gescheld in de klas hebben meegemaakt. Ja, en behalve de woorden die je net hoorde, krijgen docenten ook woorden naar hun hoofd gesmeten. Zoals keg, klootzak, bitch, kutwijf of homo. En er is zelfs een leraar waartegen werd gezegd dat hij beter van een brug kon springen. En ook Joost voelde zich op een gegeven moment zo geïntimideerd dat hij bijna niet meer naar zijn werk durfde. Kankerhomo, kankermoffel, dat heb ik wel gehoord. Een leerling had een leerprobleem, vond dat daar niet voldoende rekening mee werd gehouden door mij in de beoordeling. En zij kwam met wat vriendinnen het verhaal halen. En toen stonden er 5 leerlingen op een halve meter afstand van me te schreeuwen dat ik niet wilde luisteren. En het hoofd voorover over het bureau gebogen. Dat ik ander werk moest zoeken, dat ik moest doen wat zij zeiden. En hoe vond je dat? Heel eng. En daar blijf je bang voor. Ik heb het bijvoorbeeld bij een psycholoog gelopen. Dacht je bij die meiden niet, misschien moet ik er een puntje bij doen? Dat het ophoudt? Ik heb het niet gedaan, maar ik heb het wel gedacht. Maar waarom wordt er zoveel gescholden dan? Nou, in ons onderzoek zeiden jullie dat leraren ook niet altijd heel aardig zijn. Soms noemt hij de leerlingen gewoon dom of hij maakt ze uit voor mafkezen of snotjongen. Ja, en als een docent dan een racistische opmerking maakt, dan kunnen jullie daar ook heel boos van worden. We gaan weer een stapje verder, want soms wordt een docent ook echt aangevallen. Mijn vader is godverdomme overleden aan kanker! Oké, heb
Hebben jullie wel eens te maken gehad met fysiek geweld in de klas tegen een docent? Ja. Dus wel eens een stoel naar een docent gegooid of zo. Of knalert ook. Knalert naar een docent? Ja. Ik heb wel gehoord dat een docent in een gezicht was geslagen. Een groepje en die gooien gewoon hout op de leraar. Pennen gooien wel, vliegtuigen en zo, propjes. De meester werd heel boos, hij ging tegen hem schreeuwen. En toen duwde hij die stoel gewoon tegen de meester. Afgelopen jaar hebben 3 op de 100 leraren te maken gehad met slaan, schoppen, trekken of duwen. Ja, en dat lijkt misschien niet veel, maar de kans is groot dat er bij jou op school eentje zit die dit heeft meegemaakt. Wat vinden jullie daarvan? Dat is naar als je dat gebeurt. Ja, ik heb die filmpjes natuurlijk ook wel eens gezien en het is gruwelijk. Oké, korte samenvatting. Kankerhoer, daar kijken de meeste docenten dus echt niet meer van op, hebben we gemerkt. Ja, en docenten vinden het ook best wel lastig om hierover te praten. Kijk maar naar Joost, die alleen onherkenbaar en met vervormde stem zijn verhaal durfde te doen. En andere docenten wilden hun verhaal alleen maar aan de telefoon aan ons vertellen. Ja, het lijkt me ook best wel lastig als een docent, hè? Want stel een leerling slaat jou, dan is de eerste gedachte, denk ik, dat jij wil terugslaan. Maar ja, dat kan niet, want anders staan de ouders de volgende dag op de stoep. Ja, en als je niets doet, dan kan het weer uit de hand lopen. En we hoorden ook dat scholen soms aan hun leerlingen vragen om bepaalde incidenten op hun school geheim te houden. Ja, of docenten die een verklaring moeten tekenen waarin ze beloven niet negatief te zijn over de school. Heb jij nou wel eens zoiets meegemaakt? Laat het even weten in de comments. Of als je dat niet wil, kun je ons ook een mail sturen naar nosstories@nos.nl. Ook als je een docent bent die dit heeft meegemaakt. Ja, en vind je onze verhalen nou interessant? Abonneer je dan nu op ons kanaal. En laat even weten waar we de volgende keer in moeten duiken. Doei doei! Doei!